met mijn enorme spijt uit te spreken voor datgene wat de bemanning van die helikopter is overkomen. Ja, toch mooi gezegd, Johan. Jawel, maar die man heeft de hele dag al gehoord van hij mag vooral niet arrogant zijn, want het volk vindt het gewoon een arrogante vlerk. En hij staat nu met het boetekleed aan een toneelstukje te spelen. Een disqualificatie of spreekt daar een zeker respect? Nee, maar heel Nederland vindt hem arrogant, want ik heb geen politicus op de radio gehoord of die zei als hij vanavond maar niet arrogant is. Ik vind hem ook arrogant. En nu staat hij hier met een boetekleed aan een act op te voeren. Een beetje gebroken, een beetje deemoedig en zo. En dat gaat er alleen en zeker bij zijn partijgenoot blijkbaar. Nee, zo is het dus duidelijk niet. Hans Hillen is zoals hij is. Dat lijkt me heel vervelend. Dat zegt u niet. Voorzet op de inkomende van Nistelrooy was. Hij dacht een heel slim lopje, maar dat was het dus helemaal niet. Nee, die tegen stifte aandacht. Maar dat is Kuyt zijn kwaliteit niet. We weten er weer niks van. Nee. Maar goed, het zijn toch twee gewonnen wedstrijden weer. Nee, maar het is hartstikke belangrijk, want we hebben ons geplaatst voor de EK. En dat levert weer heel veel geld op en heel veel status in de wereld. Want we hebben hier natuurlijk een Mickey Mouse League. In Nederland spelen de lammen, die spelen tegen de blinden. En dan zitten we allemaal naar de koekeloeren. Maar we hebben dankzij onze lieve heer die in Nederland wel een stuk of 10 geweldige talenten gedropt heeft, hebben we een heel goed nationaal elftal. Weet je wat ik niet begrijp? Nu hebben ze geweldig gespeeld afgelopen vrijdag, werd vergeleken met Barcelona. Aan de Staten. Nou, ook een beetje overdreven, hè? Nou, dat werd door menig commentaar. Jawel, maar ik had ook van die collega's wijsneuzen die op de tv de hele avond over voetbal zitten te babbelen. Die vonden ook dat je nu niet mocht zeggen dat Hongarije er niets van kon. Nou, die konden er helemaal niks van. Dat zijn de mensen met wie jij elke avond op de televisie zit. Jawel, maar wel van een andere zender, hè? Nee, bij ons. Kijk, je wil toch niet zeggen dat Hans Kraaij junior onzin uit. Maar daar wordt er dus gezegd, 11 spelers van 11 verschillende clubs kunnen een schitterend elftal in elkaar krijgen. Ja. Waarom zeggen ze dat? Omdat er een wedstrijd werd gewonnen op een schitterende wijze. Als datzelfde elftal 0-0 had gespeeld, dan zegt ja, dat kan ook niet anders als je al die spelers van verschillende clubs haalt. Dat wordt natuurlijk nooit Dit gaat niet meer op, want we hebben nu de beste bondscoach uit de historie van het Nederlandse voetbal. En die man die doet hele logische dingen en die zet alle spelers op de plaatsen waar ze horen. Doet geen gekke dingen met spelers na te debuteren, is heel loyaal naar zijn spelers toe en heeft het geluk dat er iedere wedstrijd 2 geschorst zijn en 3 geblesseerd. Want als ze allemaal fit zijn, dan heeft hij pas een probleem, een luxe probleem. Want dan heb hij er te veel en dan krijg je met gekrenkte ego's te maken. Want je hebt het met multimiljonairs te maken, die willen niet op de bank zitten. Hè? Dus er moeten meer Nederlandse spelers geblesseerd raken. Nou, het komt steeds goed uit, dat hoef je niet te hopen. Steeds het exacte juiste aantal. Nee, maar ze hebben zo'n druk schema dat er altijd wel iemand geblesseerd is of geschorst. En dan heeft hij een fantastisch elftal en dan zeggen ze in de voetballerij van dan wijzen de neus allemaal naar dezelfde kant. Hè? En dan weet je het wel wat er gebeurt. Het zijn toch niet. Ja, er worden toch behoorlijk gescoord zonder dat Arjen Robben meedoet, bijvoorbeeld. Nou, dat wordt moeiteloos opgevangen door Affelay. Ja. Terwijl Robben heel belangrijk is, want die heeft van Louis van Gaal een toptrainer gemaakt in München. Ja. Want op het moment dat hij niet meer meedoet, wint Louis niet en wordt hij ontslagen. En is het van belang dat van, we gaan niet een echt serieus voetbalgesprek doen, want daar ben ik niet voor. Nee, maar daar ben ik ook niet voor gekomen. Nee, ik ben van Hans Hillen gekomen. Ja, je bent van Hans Hillen gekomen. Maar is het van belang dat Van Bommel dan nu niet meedoet? Ik bedoel, of doet dat er eigenlijk niet zo? Ook geen probleem, want genoeg vervangers. Op het middenveld hebben we zoveel goede spelers en die spelen allemaal bij Europese topclubs. We kunnen een stootje hebben. Ja. Zullen we naar een andere wedstrijd gaan? Die tussen Cruijff en de leiding van Ajax. Ja, dat is wel echt spannend. Wie gaat dat winnen? Daar is geen zin in voor het over te zeggen. Dat hangt af van het feit of Cruijff morgen zelf gaat. Ik denk als Cruijff. Leder is morgen een leder. En Cruijff mag daarbij zitten op basis van het feit dat hij erelid is. Als hij daar komt en zich verdedigt en uitlegt wat zijn plannen zijn, dan eten ze allemaal uit zijn hand. Als hij daar de mensen aan hun lot overlaat, dan zijn er altijd wat mensen die opstaan en die dan, al die zwakke broeders verenigen zich dan weer. En dan kan hij het wel eens gaan verliezen. Maar het is voor Ajax een cruciale dag, want als ze zo dom zijn om Cruijff niet de vrije hand te geven, dan is het nog een lengte van jaren een zieltogende club. Want de mensen die nu Cruijff tegenhouden, die hebben eigenlijk Ajax aan de rand van een faillissement gebracht. De afgelopen 10 jaar zijn er allemaal passanten langsgekomen en die kregen allemaal de vrije hand om spelers te kopen. Er is een kapitaal
straatvernietiging geweest, dat wil je niet weten. Al die mensen die hebben ervoor gezorgd dat Ajax totaal verloederd is. We worden weggespeeld in de provincie. Mm-hmm. In de Europa League stellen we helemaal niks voor. En de trotse Ajax wil nu Cruijff de helpende hand toesteekt. Hij wil geen functie, hij wil geen geld, hij wil geen macht. Zijn er wat mensen die bang voor hem zijn en die willen hem blokkeren? Want dan roepen ze van, ja, maar die man die kan geen beursgenoteerd bedrijf leiden. Maar dat wil hij ook helemaal niet. Hij wil de jeugdopleiding herorganiseren. Laten we even kijken naar die hoofdrolspelers die zich de afgelopen tijd geroerd hebben. Even op een rijtje. Natuurlijk enorme fout bij deze, bij de club. Dat de Raad van Commissarissen niemand is met enig voetbalverstand. Ja, wij gaan door gewoon met ons beleid. Zelfs de directie. Nee, Oerkeronel ook niet? Ik zwijg verder. Ja, dat is goed. Ook niet. Van voetbal, die heeft verstand van verzekeringen. Ik heb veel meer verstand van verzekering dan van voetbal. Dat is ook belangrijk, maar ja, het heeft niks met voetbal te maken. Als je gaat strijden, dan strijd je voor eigen belang. Dat moet je niet doen. Het is een groot lulverhaal. Hij wilde eigenlijk gewoon u eruit. Ja. Dat kan. Dat heeft hij mij overigens niet gezegd. Dus bij mij was hij dan minder duidelijk in ieder geval. En er zit een directie die dus gewoon maar achteruit loopt. En elke keer hun eigen stoel zitten te verdedigen. Ja, daar heb je natuurlijk niks aan. Gaat hij nu doorpakken zoals dat in Haagse kringen heet? Ja, hij gaat. Ik denk dat hij door gaat pakken, ja. Hij heeft zich daar in Catalonië 10 jaar zitten ergeren. En meestal was het zo met Cruijff, als hij wat weerwoord kreeg, dan zeg je, nou, dan doe ik het niet, want hij wil wel zijn zin hebben. Ja. Maar hij is nu zover dat hij door wil pakken. En Ajax heeft geen keus, want Ajax heeft de keus of je kiest voor Jan Olderikerink en je kiest voor deze meneer Van de Boog. Of ja, je kiest voor Cruijff, Frank de Boer, Dennis Bergkamp en Wim Jonk, Keeje Molenaar en Theo van Duivenbode. En ja, ja, dan lijkt me de keus niet zo moeilijk. En dan moet Danny Blind moet dus wel het veld ruimen. Nou, bij een reorganisatie, daar hoort altijd bij dat er een paar mensen hun baan verliezen, maar die mensen die worden er niet uitgegooid. Nee, die mensen die worden ergens anders geplaatst. En meneer Van de Boog, die is zo hypocriet, die gaat nu voor zijn personeel staan, maar die acteert nu plotseling de directeur van een beursgenoteerde bedrijf. Maar die meneer Van de Boog heeft een verleden jaar 7 op staande voet uitgegooid en 2 maanden geleden wou hij Hans van der Zee liquideren. En nou acteert hij iemand die voor zijn personeel staat. Wij zijn een warm bedrijf, zegt u. We zijn een warm bedrijf, ja, dat kan nooit met hem aan het bewind. Want deze man die hoeven we niet meer serieus te nemen. Maar wordt Johan Cruijff nooit gevraagd bij het bestuur voor advies? Nou, Johan Cruijff die heeft nu het advies uit eigen beweging gegeven. Ja, omdat hij zag dat de club helemaal onderuit ging. Want ze stelden niks meer voor. En die heeft gezegd, ja, ik heb de oplossing, heb ik. Dit en dit en dit moeten jullie gaan doen. Maar meneer Van de Boog die is een beetje bang. Kijk, je hebt altijd van die mensen die willen geen grote personalities in huis hebben. Van de Boog zou Cruijff niet willen hebben. Hille zou die ook niet over de vloer willen hebben. Die wil allemaal niet meelopen, soms ze geen hebben. U bent commissaris bij Twente geweest, ja, toch? Daar, steeds? Ja, ik ben bij FC Twente onder andere. Dan onder andere Jan van Hals zit gewoon geregeld bij aan tafel. Het is ook niet iemand die, daarvan kan je heel duidelijk zeggen, die weet waar het over gaat. Dus dat heb ik nooit gemerkt, maar nee, u maar blijkbaar wel. Ja. Maar goed, er zijn meerdere dingen waar we misschien van mening over verschillen. Dit is juist wat Cruijff verwijt Ajax, dat ze geen mensen met voetbalkennis... Ja, dat is jammer. En weet je wat het bestuur van Ajax nu doet? Ja. Het bestuur van Ajax zegt met Dudin, die domme voetballers. Ja. Maar die tijden zijn ook veranderd, ja, want Keeje Molenaar is een jurist. Die is gespecialiseerd in bedrijven die naar de beurs gegaan zijn. Theo van Duivenbode, ex-directeur van Stad Rotterdam. Dat zijn echt geen qua jongens. Die kunnen ook nu een organisatie leiden. Waar is eigenlijk de verwachting op gebaseerd dat hij nu doorzet? Want het patroon is inderdaad een beetje geweest van steeds opdoemen aan de horizon. En als hij niet als held werd binnengehaald, ook weer mokkend terugkeren. Kijk, dat is de publieke opinie en daar doe jij nu ook al mee. Maar dat is niet aan de orde. Dat moeten we niet hebben. Nee, maar het is eigenlijk zo dat Cruijff is keer op keer geliquideerd door Michels. Dat is zo'n beetje de naaste man die in de Nederlandse voetbal rondgelopen heeft. Ik weet er niet veel van, maar dat moet een tijdje. Hij heeft zich 3 keer ook aangeboden als bondscoach. Heeft Michels steeds voorkomen. En hij heeft hetzelfde voorstel 2 jaar geleden gedaan. En toen was Van Basten de trainer. Ja. En dat ging ten koste van een paar vrienden van Van Basten, van de Klaviasclub. En toen zegt Van Basten, dat doe ik niet. Maar we moeten nu niet sentimenteel doen dat er een paar jongens een andere functie krijgen. Het gaat over de toekomst van een beursgenoteerd bedrijf. Ja. Maar goed, Johan, als ik je zo hoor, dan moet het lukken. Nou, het zou voor Ajax een ramp zijn als er morgen een paar rancuneuze baasjes zijn die samenscholen en zeggen, we houden die Cruijff buiten de deur. Want dan gaan we met die meneer Van de Boog door, die niemand meer serieus neemt, aan Jan Olderikerink. Die is hoofd jeugdopleiding en sinds hij er zit is er nooit meer een speler doorgekomen die iets toegevoegd heeft. En Cruijff, die wil Bergkamp als baas van de jeugdopleiding. Want die heeft midden jaren 80 Bergkamp als jeugdspeler gekregen. Die heeft hem helemaal opgeleid. Die heeft hem laten debuteren. Wim Jonk ook. Frank de Boer ook. Dus die jongens,
weten precies wat Cruijff bedoelt met jeugdopleiding. Want die hebben dat zelf ondervonden. Kan zo'n club niet gewoon gaan muiten? Dat is ook het geval, want je hebt binnen Ajax nu twee kampen en iedereen wantrouwt elkaar. Je hebt het Cruijffkamp en je hebt het Van de Boogkamp. En je hebt natuurlijk de bange, angstige mensen die alleen maar bang zijn voor hun eigen zetel. Die kiezen voor Van de Boog, want die heeft schijnheilig geroepen. We zijn een warme club en ik ga voor mijn personeel staan. En de mensen die voor Ajax kiezen, die zeggen ja, Cruijff is de enige die ons kan redden. Ja. Maar het is niet zo dat zo'n elftal, gewoon het eerste elftal gewoon zegt en nu is het klaar. Nee, Cruijff houdt dat bewuste buiten. Frank de Boer wordt nergens bij betrokken. Die moeten gewoon voetballen, want die staan ook niet ter discussie. Hij wil dus bij de jeugd beginnen en weer het voetbal bijbrengen. En dat er niet zinloze aankopen voor miljoenen zijn de spelers gekocht, ja, waar ze niks aan gehad hebben. En in zijn tijd kwamen de spelers uit de eigen jeugdopleiding. Die speelden in Ajax, ze werden na verloop van tijd voor een vermogen verkocht. Nou, en dat wil hij weer in ere herstellen. Lijkt me toch een nobel streven. Johan Derksen zit aan de tafel. We gaan zo met jou doorpraten. Die was hier gisteravond ook aan tafel. En toen had je een fors pleidooi voor Johan Cruijff en de kansen die Ajax wil hebben onder zijn leiding. Er is, zoals we zeiden, vanavond nog wat gebeurd. Laten we even tegenover elkaar zien wat Coronel, de voorzitter, tot vanavond heeft gezegd en de reactie van Johan Cruijff daarop. Ben ik gezwicht voor de druk? Nee, ik ben gezwicht voor twee dingen. Voor het belang van Ajax. Dit kan niet zo doorgaan in het belang van Ajax. Voor het feit dat at the end of the day Cruijff altijd belangrijker is dan wij. Wij gebruiken dat totaal niet. Maar wat wel zo is, als wij verstand van een bepaalde materie hebben, dan moet dat gebeuren. Dus. Cruijff is het grote icoon van deze club. En voor het feit dat er een moment komt dat het mij te veel wordt. Dus ik weet het niet. Ja, ik vind het alleen jammer dat ze weg zijn. Want Coronel in dit geval is toch ook een erelid. En als die weglopen is het natuurlijk nooit leuk. Je kan niet van mij verlangen, en wat voor mij geldt, geldt dubbel voor Rick, dat we onder deze gigantische rotzooi overeind blijven. Ja, er is nogal forse taal gebruikt door Johan Cruijff. En zoals Joep nou, dat weet ik helemaal niet. Hoor. Nou ja, hij zei het is gedocumenteerd. Dit is op een bandje opgenomen, het is opgeschreven. Johan Cruijff heeft nog nooit van zijn leven een e-mail gestuurd. Maar Johan Cruijff heeft wel wat mensen om zich heen die namens hem e-mails sturen. En dat is meteen de zwakte van Johan Cruijff. Want de nieuwe goeroe is Rutger Koopmans. Dat is een voormalige bankier van ING. Mm-hmm. En die heeft zich nu als de nieuwe zaakwaarnemer en souffleur opgeworpen. En die twittert er lustig op los. En allemaal meninkjes zogenaamd van Cruijff. En die gaat ook mailcontact hebben met alle mensen bij Ajax. Maar ik heb Cruijff nog nooit een mail zien versturen. Mag ik toch even een quote van Coronel die we niet hebben gehoord, maar die wel hier op papier staat. Johan liet ons geen keus. Het was voor ons slikken of wegwezen. Anders zou het een hele grote vechtpartij worden, waar we in godsnaam de moed vandaan haalden om een mening te hebben. Als we Van de Boog zouden steunen, zouden we allemaal kapot gaan. Dat is toch niet dat je nou zegt. Nee, ik vind de toon, die spreekt mij ook niet zo aan. Ik vind het trouwens ook niet zo chic dat een voorzitter nu een nederlaag leidt en dan dat allemaal op straat gaat gooien. Jongens, wat ben ik slecht behandeld. Dat is ook wel een beetje naïef, want ga je in de voetballerij zitten, dan weet je, dan kom je in de jungle en dan ja, staat dit je te wachten en dan moet je tegen kunnen. En nu is het een beetje de zielige Coronel van ze hadden zo'n taalgebruik, dit kan ik niet langer pikken en zo. Maar Johan Cruijff is niet de man die grof in de mond is. Johan Cruijff is wel zo, ik weet alles van voetbal. Daar moeten jullie niet mee bemoeien. En jullie moeten zakelijk die club regelen. En daar bemoei ik me niet mee. Hij is daar heel duidelijk in, hoor. Maar hij schijnt ook heel snoeihard geweest te zijn over iemand waarvan ik dacht dat hij nog wel dicht bij Johan Cruijff stond. Danny Blind. Ja, en terecht zou ik zeggen. Want daar wordt ook zielig over gedaan. En er wordt in het sentimentele getrokken. Er worden erg veel krokodillentranen gehuild op het ogenblik. Dit hoort bij het spel, bedoel je? Nee, dit hoort niet bij het spel. Dit hoort bij de duidelijkheid. Danny Blind die heeft in lengte van jaren functies bekleed. En die is overal te licht bevonden. Die heeft er één grote chaos gemaakt. En hij is niet loyaal en hij is niet helemaal betrouwbaar. Dus als Cruijff begint met een nieuwe organisatie, dan wil hij dit soort types die ook achter zijn rug lullen en zo, wil hij er niet bij hebben. En zo zijn de meer voorbeelden. Jan Olderikering, het hoofd jeugdopleiding, zit op een totaal andere lijn. Hij neemt de jongen niet serieus. Die moet hij dan niet in zijn nieuwe plannen opnemen. Want meneer Coronel en zijn kornuiten, die hebben de laatste 10 jaar er een puinhoop van gemaakt. En nu huilen ze krokodillentranen omdat Cruijff de vinger op de zere plek legt. Maar meneer Coronel is toch degene geweest die met dat rapport kwam, wat toen toch door heel veel mensen werd bejubeld als wat een goede analyse. Fantastisch rapport heeft die man geschreven. Toen had hij weg moeten zijn, maar toen is hij ook voorzitter geworden. En
Toen heeft hij toegestaan dat meneer Jol, de zoveelste passant, kwam. En die negeerde dat Martin rapport. Martin Jol, trainer. Ja, Martin Jol. En die negeerde dat rapport. Die zegt, daar heb ik niets mee te maken. In dat rapport stond bijvoorbeeld, er worden alleen nog maar spelers gekocht die echt iets toevoegen aan Ajax. En geen breedte aankopen meer. Uh-huh. En Jol heeft via een bevriende makelaar Mido en Ooyer en allerlei spelers gehaald waar Ajax niks aan had. En Coronel, die zelf het rapport geschreven had, die zat erbij en die keek ernaar. En Van de Boog, die steunde Jol. Dus hij heeft eigenlijk zijn eigen rapport belachelijk gemaakt. Maar Johan, het gaat nu niet om de trainer van Ajax. Dat is Frank de Boer. En die wordt door Cruijff geloof ik niet betwist. Dat is een discipel van Cruijff zelfs. Dus het gaat nu vanavond om bestuursleden, om een raad van commissarissen en om vermoedelijk een nieuwe directeur, want Van de Boog zal hier wel vertrekken, nemen we aan. Dat zijn posities die Cruijff nog Bergkamp nog weer jong zullen innemen. Dus... Maar die mensen die vanavond opgestapt zijn, die hoefden van Cruijff helemaal niet weg. Cruijff had maar één eis. Ja, maar zullen we dan nog eens voorlezen wat Cruijff over ze gezegd heeft? Als jullie niet weggaan, dan wordt het vechten. Ja, nou ja, dat vind ik ook niet netjes. Ik zit hier alleen maar om de voetbalvisie van Cruijff, zijn werkwijze te verdedigen en wat hij in de wandelgangen er allemaal uitflapt. Dus voor zijn rekening. Ik ken hem zo niet. Ik heb hem 30 jaar meegemaakt. En Cruijff is iemand die altijd de mensen om zich heen respecteert en die nooit dit soort schuttingtaal gebruikt. Jij bent wel ook een van de mensen die voortdurend genoemd wordt als zijnde van het Cruijffkamp, zoals Frits Barend dat ook is. En... Daar moet ik ook weer iets bij zeggen. Jaap de Groot, dat is zijn huisjournalist. Telegraaf, wanneer je tegen Cruijff bent, dan krijg je de Telegraaf over je heen. Maar ook andere redacties die gaan je aanvallen. Want die Van de Boog is volledig onrechtvaardig neergezet als een crimineel in die Marco Borsato-affaire. Mm-hmm. Terwijl de rechter daar veel genuanceerder over oordeelde. Maar dus even dat terug is allemaal naar onzin. Hoe de journalistiek omgaat met de mensen die nu leiding hebben bij Cruijff. Jij bent er een belangrijke pion van. Ik ben helemaal onafhankelijk. Ik heb heel weinig contact met Cruijff sinds hij niet meer actief is. Maar wanneer het om Ajax gaat en om de Cruijff-visie, dan ben ik ervan overtuigd dat hij de enige is die Ajax kan redden. En maar ik zit niet in een complot. Ik ga mijn eigen weg. En Frits Barend is van de Kontekruipjournalistiek. Die kust hem en hangt hem om zijn nek. Daar moet ik helemaal niks van hebben. Mm. Maar met z'n drieën hebben we wel dezelfde visie over zijn technische maar kwaliteiten. Maar begrijp je dat Coronel zegt met zo'n publiciteitscampagne, dus de Telegraaf noem je zelf al, je bent zelf onderdeel van, Frits Barend duikt overal op met hetzelfde verhaal, namelijk Cruijff moet het gaan doen, Cruijff weet het beter, is een verloren zaak voor die mensen. Ja, maar misschien hadden ze dat moeten realiseren toen ze eraan begonnen. Want Barend en Jaap en ik, die zijn sinds de jaren 70 actief. En wij zijn altijd pro-Cruijff geweest. Maar klopt dat verhaal van die kamp, meneer Derk? Ze moet Danny Blind weg omdat hij tot het kamp van Gaal behoort? Wat nee, je in de krant leest? Nee, Danny Blind moet weg omdat hij trainer geweest is. Dat heeft hij niet goed gedaan. Hij is technisch directeur geweest, dat heeft hij niet goed gedaan. En als rechterhand van Jan Wouters en van Martin Jol was hij niet eens on speaking terms met die mensen. Hij heeft alle kansen gehad en is gewogen en is overal te licht bevonden. En Cruijff zegt, als ik opnieuw begin, wil ik alle posities goed bezet. En dan is er voor hem geen ruimte. Mag ik even de trainer citeren? Frank de Boer, die zegt vanavond, als er één iemand is met een Ajax-hart, dan is het Danny Blind. Het zou me verbazen als hij weg zou moeten. Ja, kan ik ook weer uitleggen, want het is zo vervelend, ik kan alles uitleggen. Daarom hebben we je ook gevraagd. Ja, nee, ik ben vereerd. Danny Blind is natuurlijk een chameleon. Die weet, Frank de Boer is de komende jaren daar de baas. En Danny Blind, die kiest altijd een wiel. En die is nu van Frank de Boer aan het pleasen, want hij weet, die heb ik nodig om te overleven. En die doet precies wat Frank de Boer wil. Maar Frank de Boer moest zich realiseren, voor hem zat Martin Jolder. En Danny Blind heeft er alles aan gedaan om Martin Jolder het leven zuur te maken. Dus toen was het geen chameleon. Nee. Toen was zijn eigen belang was belangrijker, want weet je wat de reden was van de controverse? Zijn zoon Deli Blind zit in de selectie en Martin Jol vond hem niet goed genoeg voor het eerste elftal. En juist. Frank de Boer stelde hem in de beginfase wel op, maar is er nu ook achter dat Martin Jol daarin gelijk had in ieder geval. Frans, wat, als jij zo de positie van Ajax volgt als Feyenoord supporter, hoe kijk je daar tegenaan? Ik zit tegenaan. Nou, ik vind het voor de echte Ajax supporter, het lijkt mij dat het echt een drama is. Ik bedoel... Wat er nu gebeurt, bedoel je? Ja, wat er nu allemaal plaatsvindt. Ik bedoel, het lijkt wel een soort poppenkasttheater van mensen die elkaar in de haren vliegen over allerlei zaken. Dan ook nog, zeg maar, dat publiekelijk maken en elkaar dingen te toewijzen. Ik vind het gewoon echt... Want de vraag is natuurlijk, Johan, slecht niveau. Gaat Johan Cruijff
nu zelf een positie innemen? Ja, dat vind ik, dat is niet verplicht. Dat kan er niet meer onderuit. Er schuilt ook een gevaar in. Maar welke positie dan? Laten ik denk dat Johan Cruijff plaatsneemt nu in de Raad van Commissarissen. Dat hij daarin gaat zitten, want hij wil geen positie dat hij iedere dag op het stadion moet zijn. En de Raad van Commissarissen, dat zou mogelijk zijn dat hij één keer de zoveel tijd meevergadert en ook de verantwoordelijkheid heeft. Maar dat is hij nu wel verplicht. Want Johan Cruijff had dit ook niet voorzien, dat ze allemaal op zouden stappen. Want Johan Cruijff schiet hier misschien helemaal niets mee op, hoor. Dat is dan ook misschien de reden waarom ze het gedaan hebben. Dat weet ik niet. Nee, dat denk ik niet. Maar de ledenraad die gaat nu een nieuw bestuur kiezen. Maar de mensen die ze nu gaan benaderen, die kunnen wel heel anti-Johan Cruijff zijn. Dus hij kan wel eens veel meer problemen hebben dan met meneer Coronel en zijn mannen. Dat is niet te zeggen wie daar uit de hoge hoek komt. Maar hij kan toch alles, meneer Derks. Ik heb een keer gehoord, en u kunt als grote Cruijff-kenner dat bevestigen, dat Cruijff een keer in een vliegtuig zat met Ajax. En de piloot hoorde daarvan en die zei, wil meneer Cruijff in de cockpit komen? Hij kwam in de cockpit en hij zei, al die metertjes, al die lampjes, dat is niet goed. Dat moet je heel anders organiseren. Dus als je zo'n cockpit beter kan stroomlijnen, dan kan je Ajax toch sowieso leiden. Dat lijkt me toch geen enkel probleem. Dat is een leuke anekdote, maar als u geen betere hebt, dan hoeft u mij niet meer te vertellen. Het is niet waar. Ik vind het scheidlollig en ik vind het goedkoop scoren. Maar ik ben een groot bewonderaar van Cruijff. Ja, nee, dat maakt me niet uit, maar ik vind dit niet leuk. Maar dat kan aan mij liggen. Het is niet waar. Ik vraag nu of het waar is of niet. Cruijff, die moet je dus goed kennen. Over voetbal is hij geniaal. Hij heeft inderdaad de neiging om, als we hier zitten praten tussen neus en lippen, ook even het probleem in Libië en de werkloosheid en de fileproblemen op te lossen. Dat is fantastisch. Maar daar moet je om glimlachen, zoals ook de cockpit. Dat vind ik ook niet relevant. Bij Ajax is die om 10 jaar wanbeleid op te lossen. En dan kun je niet met fluwelen handschoenen door de organisatie gaan. Dan moet je schoon schip maken en de mensen neerzetten waar jij vertrouwen in hebt. En dat is toevallig niet Danny Blind. Nou ja, het is jammer. Maar hoe kan dat nou toch 10 jaar wanbeleid? Er zitten toch mensen die... Ajax is de belangrijkste club van Nederland, zeg ik nu maar even voor het gemak. Daar hebben 10 jaar lang dus volgens jou bestuurders, directeuren en trainers een potje van gemaakt. Maar waarom? Inderdaad. Maar waarom? Nou, ik zal je vertellen. Die mensen die zijn allemaal in het bedrijfsleven, hebben ze grote verantwoordelijkheden. Ze hebben daar niet een deurwaarder op de stoep. Ze hebben ook niet de fiscus op de stoep. En ze komen bij een voetbalclub en dat is hun speeltje. En dan gaan ze emotiemanagement plegen. 10 passanten als trainers, die mochten allemaal spelers aantrekken. Volgens hun visie. Aan het einde van de rit, 2 jaar geleden, had Ajax meer dan 60 spelers op de loonlijst die een vermogen verdienden. De trainer had de zondag 16 nodig en die andere 40 die zaten op de tribune miljonair te worden. Als ik bij VI 30 journalisten aantrek die nooit een stukje schrijven, zegt mijn raad van commissarissen, wat is dat? Ja, bij Ajax werd het toegestaan, ook meneer Coronel. Maar waarom? Om maar aansluiting te houden met Europa, om maar kampioen van Nederland te worden. Omdat ze in paniek zijn, omdat ze sinds 2004 geen kampioen meer geworden zijn. Twente speelt ze van de mat, AZ wordt kampioen. Daar kunnen ze niet mee leven in Amsterdam. En daarom zijn ze gekke dingen gaan doen. En Cruijff zegt, allemaal onzin. Kapitaalsvernietiging, gewoon zoals wij in de jaren 80 ook gedaan hebben. Goed met de jeugd werken, die stromen door naar het eerste elftal. Daar profiteer je van, we winnen een Europa Cup en we verkopen ze met winst. En zo moeten wij Ajax runnen. Wij zijn niet rijk, zeker niet rijker als de grote clubs. Dus we moeten slimmer en creatiever zijn. Even tot slot, wat is nu het scenario? Want we weten nu wie er weg zijn. Er zal uiteindelijk een nieuw bestuur moeten komen, hè? Dat bestuur is de organisatie die eventueel de directie kan ontslaan, of niet? Dus als dat bestuur aan de kant van Cruijff staat, dan zal de directie vermoedelijk worden ontslagen. Dan komt er een nieuwe directie. En dan gaat Cruijff commissaris worden. En wat gaat Jonk en wat gaat Bergkamp doen? Nou, Jonk wordt hoofd scouting en Bergkamp hoofd jeugdopleiding. En dat zijn mensen die opgegroeid zijn met Cruijff. Dus die weten precies wat hij bedoelt als hij wat zegt. Ja. En de boer die blijft gewoon hoofdtrainer. En ik weet zeker dat de boer zelf mag bepalen wie die als assistent heeft. En ik denk zelfs als de boer met Cruijff gaat praten dat hij Danny Blind wil houden en heeft goede argumenten, dat Cruijff daarmee instemt. En hoe lang gaat het nog duren voordat deze posities allemaal ingenomen zijn? Is dat weken? Nou, het probleem is, er is niets beslist vanavond. Er zijn wat mensen weggegaan, maar de directie zit er nog. Als morgen Rick van der Boog zegt tegen Cruijff, maar ik ontsla Blind en ik ontsla Olrikking niet, dan kan Cruijff op de tafel gaan staan, maar dan gebeurt het niet. Dus het is niet zo dat Cruijff nu carte blanche heeft. En Boog heeft gezegd, ik wijk niet. Nee, maar het is uitstel van executie. Want wat Coronel zegt, van de Boog is niet meer geloofwaardig intern. En die neemt geen ontslag, want die zal een afkoopsom mee willen hebben. Maar dat verlies moet je dan ook om gaan pakken. Ja.